Een hele goede morgen, ook vanuit een heel zonnig Lexmond. Het is echt heerlijk weer ook hier. Ik zag al heel veel mensen binnenkomen. Goedemorgen. Het was echt heel gezellig op de chat al. Want wie hadden we? Ik zag Jannie natuurlijk, mijn secretaresse. Niet te vergeten, Jannie noteert de namen. Gezellig. Marlies is er, Claudia zie ik, Yvonne... Tony, goedemorgen. Die heb ik van de week nog gezien op de workshop hier zo. Jacqueline heb ik gezien. Heerlijk. Kitty, goedemorgen. Ja, Kitty en Jannie die hadden elkaars kaartje van de week. Die hadden allebei een bestelling gedaan in augustus. Met de gastvrouwcode. En die kregen dus een bestelling. Maar ik had de kaartjes verwisseld. Ook stond. Of ze kregen allebei wat, dus ze kregen allebei hetzelfde. Dus het maakt niet uit. Alleen de tekst op het kaartje was misschien hier en daar anders. Maar voor de rest maakt het niet uit. Dus ik hoop dat ze alsnog heel veel... GB van Eimer is Inge. Goedemorgen Inge. Ja. Wat een heerlijk weer, hè jongens. Vinden jullie ook niet? Echt naar die regen en van de afgelopen dagen is het echt heerlijk dat het dit weer nu weer is. Ik ga even laten zien wat ik achter gedaan heb. Maar dan ga ik heel even mijn camera... mijn telefoon heb ik nog niet verbonden namelijk. Wel verbonden, maar niet laten zien. Dus ik ga heel even vast die kant op draaien, anders worden jullie misselijk. Zo, en dan ga ik even switchen van scherm. Dan doen we die. Dat is de achterdeur waar ik binnenkom. Daarachter zit zeg maar onze serre. Hier stonden twee hele grote zwarte kasten. Net toch in beeld nu, hè? Ja, ik niet, maar dit wel. Hier stonden twee grote, dikke zwarte kasten. Waardoor het eigenlijk hierachter onmogelijk was als er mensen zaten langs te lopen. En dat vond ik irritant. Dus dat moest gewijzigd worden. Dat heb ik nou gedaan. Ik heb hier nog een kast met daarbovenin papier. Pakketten en dan alle catalogussen eronder van de afgelopen jaren en de nieuwe natuurlijk. Twee papiermolens, daar is ook een hele leuke molen, die is nog niet helemaal vol. Dat is op dit moment mijn kersthoekje vast. En hier staan de swaps van de afgelopen stempeldozendag. Daar had ik ook eindelijk plek voor om wat neer te zetten. En voor de rest heeft hij dus houten planken aan de muur en daar ben ik allemaal die dingen aan gaan hangen. Die kastjes op gaan hangen en de kaartenrekjes en dat soort dingen allemaal. En dan is hier, ik hoop niet dat jullie misselijk worden. Ik kan nou de opdracht naar de tekst niet even zien. Echt, de post is zoveel leuker hangt hier nu. Dat is de verwarming. En daar hangen aan het eind alle kaartjes die ik altijd van Alice krijg. Stempeldoos Alice. Wij sturen elkaar elke maand een kaartje. En dan heb ik hier nog wat inklint wat te koop is. En bovenin staan houten kratjes met nog wat futsels. En dan zal ik ook de rest even laten zien. Het is niet helemaal opgeruimd. Hierboven hangen nog houten plankjes met stempelsets die op dit moment actief zijn. En daarboven hangt nog wat, staat nog wat troep. Dan is daar het papier. En ook de houten plankjes met voorbeelden. En hier is papier met nog meer troep eronder. En daar is designpapier, die uiterste daar. Ja, en dit is het uitzicht naar buiten toe. Is misschien ook leuk om een keer te zien. Dan ga ik gauw heel voorzichtig teruglopen, want anders worden jullie misselijk, denk ik. Dan is hier mijn bureau met werkplek. Met daar inderdaad de beste kastjes, de smalle types. Die zijn 20 centimeter breed, diep. En dit zijn de lage. Je hebt ook hoge varianten. Daar zitten de stempels aan de bovenkant in. En één zo'n kastje, een hogere boven. In de vensterbank staat die om het licht een beetje te blokkeren. En dan daar heb ik alles bij de hand. Daar staan de embossingmachines, printer en daar de stempels. Nou, ik ga gauw even switchen naar de andere. Dan kan ik mijn camera neerleggen. Dan kan ik het commentaar een beetje meekijken. Dit is wat ik zie. Zo. Ga ik gauw deze wegzetten. Want dan kunnen jullie, dan kunnen we zo meteen aan de slag. Beetje inzoomen nog. Ik zal heel even snel meekijken.
Ja, aftelkalender van Sinterklaas, maar klopt niet hoor. Ik vergeet dat gewoon bij te houden. Ja. Dat weet ik, want ik heb ze dankzij jou. Dus dit is waar ik altijd zit. Nee, altijd. Waar ik heel veel zit. Goed, dan gaan we gewoon over tot de orde van de dag. Maar omdat ik vorige week gezegd had dat ik ging verbouwen, dacht ik, ik moet even... Nou, ik ben nou allemaal aan het... Nou gaat het helemaal mis. Zo, nog een heel klein beetje inzoomen, denk ik. Nog een heel klein beetje zo. Ik denk dat ik er ben. Oké. Okay. Goedemorgen, Rachel. Ja, het is een heerlijk atelier. Ja, heel blij mee. Goed. Die moet er nog in. In het hoekje. Daar. Nee, daar. En dan hebben we ook nog die. En die. En die. En die onderin. Kom. Zo. Oké, okay. Goedemorgen. Mijn naam is dus Barbara van de Boom. Ik ben onafhankelijk stamping-up demonstratrice. En ik zit in Lexmond in het midden van het land. Bij Utrecht in de buurt. Nou zie ik toch dat hij iets gedraaid is. Zo. Elke zondagochtend om 10 uur ga ik live. Tenminste, ik probeer. Eigenlijk ben ik altijd wel zondagochtend om 10 uur live. En dan gaan we gewoon wat leuks vreubelen met een stempelset die gekozen is op Facebook. Door de groep Simpele Pyjama Zondag. Dat ging mis. Gisteravond ga ik doe altijd de avond van tevoren even namen schrijven. En mijn vingers zijn gewoon te dik, denk ik. Want dat doe ik dan met mijn telefoon. En ik drukte op het x'je in plaats van het pijltje. Ja, dat zo dicht bij elkaar ligt vind ik ook niet handig. Maar goed, het is niet anders. Dus de stemmers op de Construction Zone die verdwenen. En dus ik heb één kaartje. Alleen tussen de chatjes gaat er een kaartje verloot worden vandaag. Soms is het niet anders. Friendship Royalty werd het hem dus echt niet. Dus die gaat aan de kant. Ik ga hem even terugzetten. Ah, ja, leuk. Hij is ook leuk. Ik vind hem zelf ook heel leuk. Dus we gaan er gauw mee aan de hand. Want ik had eigenlijk twee ideeën. Maar toen zat ik hier natuurlijk vanmorgen en denk ik, oh, dat is ook nog wel een leuk idee. Dus dat gaan we nog even snel doen. Tenminste, ik hoop dat het snel kan. Ik had nog een wit kaartje. Ik pakte wit scrappapier. En toen vond ik een wit kaartje wat niet helemaal netjes meer was. Maar ja, zonde om hem als scrap te gebruiken. En ik had nog wat van dit. Dus ik dacht dat. En dan die erbovenop. Ik denk, we gaan wel kijken wat het wordt. En we zien het wel. Dus ik ga gewoon gauw stempelen. Dit is geen standaard kaartje. Volgens mij is die 14 centimeter door de midden. Dus hij zal 28 in de lengte geweest zijn. Ik zal hem misschien een keertje gebruikt hebben. Maar weet je degene die de kaart krijgt? Misschien kritische kaartmakers onder ons. Die zullen daar misschien een punt van maken. Maar degene die je meestal krijgt. Nee hoor, die gaat echt die kaart niet nameten. En die zal echt niet denken. Oh, dat is niet het juiste maatje. Helemaal niet. Gebruik wat je hebt zonder om dingen niet te gebruiken. Dan heb ik deze. Ik dacht, nou ja, zo. En dan misschien nog iets met een touwtje. En dan dit spul stempelen in verschillende kleuren. Die hier weer terugkomen. Dus ik heb nodig een... rood is niet leuk om te stempelen trouwens. Een Granny Apple Green is wel grappig. Iets blauws. Doen we... Night of Navy is daar wel mooi bij. En een... toch een rood. Dit zijn wel hele leuke kleuren bij elkaar. Gaan we even kijken hoe ver we komen. Of ik meer kleuren nodig heb. En ik ga gewoon zo onderaan zo recht mogelijk beginnen. Maakt niet uit hoe groot je hok is, Marlies. Dit is best een groot atelier. En ik heb gisteren toch echt een hele hoop dingen waarvan ik dacht, ja,
zou niet weten waar ik ze moet laten. Ga ik ze bewaren of gaan ze de deur uit? Echt waar. Ook ik heb last van dat soort dingen. Dat is dan weer jammer, want dat heb ik vergeten. Deze gaat de andere kant op. Dus die is niet... Die wordt hem niet. Dat vind ik jammer. Even kijken. Deze doen we dan. Dan de groene. Doen we weer een vrachtwagen. Ook niet helemaal. Goedemorgen, Bovien. Het lekkerste is dat je, als je een ruimte hebt, dat je de boel kan laten liggen als je wegloopt. Dat niet alles gelijk hoeft op te ruimen. Het is nu redelijk opgeruimd, want ik ben hier echt wel een paar dagen bezig geweest. Zo, dan ga ik de bovenkant er even afsnijden. We wilden het niet al te lastig maken, dus we doen deze gewoon zo hierop. Misschien moet er dan achter wel een strookje... Kleur, heb ik nog een strookje kleur in die kleur? Of heb ik alleen maar rood? Zo dan. Ik heb nog wel een smallere, denk ik. Die kan wel. Dit strookje was, hoe groot was dit strookje ook alweer? Dat heb je als je dan 13 centimeter. Dus ik heb nu ook 13 centimeter nodig. Ik sta even 13 centimeter af, dat snappen jullie wel. Moet ik het train maar in beeld brengen? Nee toch? Als je inderdaad maar een happy place hebt, dat is het belangrijkste. Deze doe ik even zo. Komt deze hier zo. En dan doen we nog een plukje tekst. Your loads of fun. Hierboven zo. Of doen we hem gewoon hoger. Dat we hem tegen elkaar aan doen. En dat we gewoon birthday zone hier. Dat doen we. Zo doen we het. Dan ga ik eerst deze opplakken. Ja, ik had het kunnen spiegelen, klopt. Maar ik wilde deze eigenlijk even snel. Nou ja. Ik wilde geen enorm verhaal hiervan maken eigenlijk. Dat was eigenlijk de bedoeling. Dan wil ik deze hierbovenin plakken. Smaller dan de ander, dus ik moet even kijken dat ik dat een beetje netjes doe. Zo. Dan gaat deze erop met dimensionals. Heb ik die ook nog? Zo waar. En hier. En hier. En daar. Dan ben ik s'avonds klaar. Heb ik geknutseld heel veel van die dimensionals gebruikt. En dan denk ik, wat zit dat toch? Wat doet het zeer onder mijn nagels? Hebben jullie dat ook wel eens? Nou, ik ben erachter hoe dat komt, voelde ik net. Maar ik wist het eigenlijk wel, maar... Zo. En dan stempelen we birthday zone even hierop, denk ik. Of heb ik nog iets van een leuk labeltje waar die op kan? Dat zou helemaal leuk zijn. Even in mijn labelbakje kijken, zeg maar. Is te groot. Oh, ik heb hem gewoon nog liggen in het groen.
Kijk eens. Nou, dat is helemaal mooi. Zo. Dat is hem. De eerste. Deze is dan schoon, dus die gaat hier. Yes. De volgende. Die had ik dus wel al een beetje voorbewerkt. Voorbereid. Deze. Dat is het kerstpapier. Had ik nog iets hier? Dat is het kerstpapier wat bij de lampjes hoort. Even kijken hoor. Deze. Hij staat gelukkig vrij vooraan, dus ik hoef niet veel te zoeken. Dat is deze. Dat is zo leuk papier. Ja. Dat is zo leuk papier. Want je kan aan de ene kant natuurlijk eens toe kerst. Je hebt lampjes. Sterretjes. La la la. Kerstboompjes, kerstboompjes, lampjes. Maar de achterkant van al die sets is gewoon prima te gebruiken voor verjaardag. Of wat anders. Maar echt. Want hier zijn de sterretjes achterop. Zo. Hier heb ik gewoon een kaart gemaakt van de, van dat designpapier. Daar komt natuurlijk gewoon een wit in zometeen. Dat wordt de binnenkant. Ik moet er nog iets kleiner snijden, zie ik. En ik heb gebruik gemaakt van de vissen set. Calm Fishing. Daar heb ik deze uitgestanst. Want ik had al zo'n kaart gemaakt. Maar die had ik nog niet laten zien. Dus ik dacht, nou, eigenlijk is dat wel grappig om die te gebruiken. En dan met wit ga ik hem vullen, deze. Want anders is het wel heel druk. Dat is anders niet te doen. En zo. Ik had al het een en ander gestempeld. Ik was al heel druk bezig geweest gisteravond. Ik had al het een en ander gestempeld. Ik ga heel even kijken of ik dat allemaal nodig heb. En uitgeknipt, dat was natuurlijk ook nog een dingetje. Dat uitknippen van al dit spul. Zo. Dus dat wordt deze. Die heb ik even niet nodig. Of ga ik hem er in het wit op leggen? Want dat kan... Nee, doe maar gewoon zo. Moet gekleurd. Ik heb er geen tape achter gedaan. Niet dat sticky tape erachter gelijk. Ja, die bekers zijn leuk, hè? Soms wel even de tekst nog een beetje... Dus ik ga deze gewoon even lijmen. Want ik had natuurlijk gewoon weer niet de... Hoe noem je dat? Hij was ook leuk geweest met wat verhoging ertussen. Maar ik doe hem plat erop. En je kan je kaartje dus gewoon inderdaad ook als designpapier gebruiken. Of je designpapier als kaart gebruiken. God zeg. Dat is één. Dat is die. Dan moet ik even kijken wat waarin gaat ook alweer. Deze gaat hierin. Die gaat hier. Die kan daar. Die moet denk ik daar. En die komt daar. Okay. Zo dus. Deze gaat dan hierop. Oh nee, deze gaat hierop. Ik heb hem andersom daar. Maakt niet uit. Deze gaat hier. Die ga ik nog wel even inkleuren natuurlijk. Met verschillende kleurtjes. Wat dachten we van...
Ach, 15 alweer. Wat een leeftijd. Gefeliciteerd, Boeing. Deze gaan we in. Laten we maar even een beetje inkleuren. Hoop ik dat dat lukt. Met deze kant. Dan gaan we even met de andere kant proberen. Dit is de lichte van Shaded Spurs. Maar ik denk dat ik de donkere ga pakken zometeen. Dat ik dat denk ik mooier vind. Oh, ga ik ernaast. Ik zit helemaal niet netjes te kleuren. Ik ga het even opnieuw doen. Zonde. Barbara. Dan hoop ik dat hij hierop past. En dan doe ik ook gelijk. Dan doe ik hem in Shaded Spurs. Want ik denk dat ik dat mooier vind op dat groen wat ik heb. Ja, zonde van D. Ja, maar de achterkant is nog wel zo. Maar als je dat niet doet, wordt die echt te druk. Goedemorgen. Caroline, ja, die spreuk past zeker bij poedels. Maar die heeft ook altijd echt een enorme opgeruimde desk. En enorm opgeruimd systeem ook, zeg maar. Mag dat, kan ik dat zo noemen? Ja, ik denk het wel, hè. Zwart voor de wielen eventjes. Zal ik die gewoon zo laten? Doe toch maar zwart. Ik kan nou niet meer terug. Ik vind die witte wielen wel heel erg. Eigenlijk. En dan doen we de rest van de vrachtwagen gewoon in Parakeet. Want dat zit er volgens mij ook in. Ik denk dat ik wat mooier vind dan het groene wordt het zo'n kerstset. Ook leuk. Zo. De cabine ook, maar groen dan. Ja, ik hou ook wel van netjes, maar ja. Ik ben eerlijk gezegd, het lukt me niet altijd. En voor degenen die het nog niet gezien hebben. We hebben natuurlijk met de stempeldozen weer een leuke stempeldozendag. 28 oktober in Castricum. Dus mocht je daarbij aanwezig willen zijn, dan mail dan een mailtje naar stempeldozen@gmail.com. Dan nemen we contact met je op. En we zitten dit jaar in Castricum. Zo, deze komt hier. En dan komt de kraan. Doe ik dan hier zo, denk ik.
Dat zonde, die kan ik ook, zal ik eens kijken wat het zonde wordt? Oh, het zonde kan eigenlijk ook wel. Deze, niet, misschien niet alles, maar zo wel. Zo doen dan, Jannie, word je dan blijer? Het kan wel, met dit papier. Doe de kraan hier. Birthday song doen we dan hier stempelen. Even denken welke kleur ik dat ga doen. Zal ik dat in shaded spus of gaan we dan toch een beetje knallen met rood? Die ligt hier waarschijnlijk ergens. Ja. Of doen we blauw? We doen blauw. Ja, het is bij ons natuurlijk altijd of hoog of laag. Of in het midden. Ja, Lex Mond ligt natuurlijk redelijk in het midden. Die doen we hier met dimensionals. Laat ik dat maar gelijk doen dan. Die doen we wel zo. Die komt hier. Die ga ik ook maar gelijk opplakken. Dan hebben we dat ook maar gehad. Beter gelijk door. Dus ik hoop dat de groep nog wel iets groter wordt. Hele leuke locatie, vind ik zelf. Zo. Dan doen we hier het mannetje opstempelen. Gewoon. En het cadeautje ervoor. In donkerblauw. Dat lag hier ook. Dat is inderdaad wel ver fietsen. Zo. Misschien doen we deze wel gewoon die in de hand. Zo. Ja, die vind ik leuker. Deze gaan we wel even inkleuren natuurlijk. Met rood. Groen. Ja. Kwast is een beetje stuk. Ja, zo. Oké. Okay. Nou, laat ik de ballon ook gelijk even inkleuren. Groen, rood, geel. Parakeet. Donkerblauw.
Ja, hij is echt leuk. Dus ik vind hem echt leuk. Ik was gelijk wel. Ik vond het gelijk wel een leuke set in de gids. Nou, dat is een beetje heel donker voor die armen. Poolparty hebben we nog. Het zit ook in het papier. Alleen dat donkergroen even ook echt de donkergroene van maken. Dat is dan leuker. Dat wordt dan echt shaded. Ik zeg het altijd verkeerd. Ik zeg altijd shaded spurs, maar het is shaded spruce. Ja. Okay. Laat ik dan maar gelijk woord bij daad zeggen. Alles gelijk opruimen. Eventjes voor nu. Het staat gelukkig allemaal in de buurt, hè? Dus het kan. Oh, zijn helm vergeet ik natuurlijk. Groen en geel doen we die. Dan maar. Ja, dat is jammer inderdaad. Maar het kan niet anders, hè? Als je een afspraak hebt, dan... Is dat zo? Oh. Andere kant. En dan is hier nog wat bleekjes. Dus dan kleur ik hem in met de ivory kant. Zo. Dan gaat deze daar. Met dimensionals natuurlijk. Deze met een dimensional daar weer bovenop. En dan hebben we deze nog. Pakken we even het pijltje. Nog een beeld bezig. Ja. Die laten we naar beneden wijzen zo. Deze komt daar. Die moet ook even ingekleurd worden. Dat doen we maar rood. Cadeautjes rood. Altijd valt lekker op. En die zetten we dan achter een blauwe... Met een dimensional erop. Ik kan geen kleine vinden. Dus ik doe even een grote. Ik hoop dat dat past. Nee. Verkeerde schaar. Oh, gelukkig Selma. Zo. iPad dicht. Of iPad. Inkpad dicht. Ja, de bouwvakken vliegen inderdaad op. Had ik hier nog iets onder kunnen zetten dan? Nee, niet zo. Had ik er een streepje onder zetten? Is het dan even zoeken naar een fine marker, een line marker. Is dit er eentje? Ja. Oké. Zo. Nou staat hij op de weg. Simpel toch? U zegt, ik vraag.
Net als in de film-up. Het is wel een hele leuke film-up. Ik vind vooral dat beginstuk zo geweldig. En dat is... Oh ja, dan moet deze nog even erin geplakt worden. Maar dan kan hier de kraan op. Ja. Zo. En dan gaan we hier de kraan op stempelen. In groen dan. Oh. En dan wordt dit hier zo, toch? Het knopje is los. Oh ja, dat draait andersom, dat is waar. Ja, hij staat nu alweer op de grond. Maar vliegen is ook leuk. En kom. En weer een propje. Oh ja. Ja, zo leuk film-up. En heb je hier tekst om te schrijven. Leuk toch? Dan heb ik gewoon een hele vrolijke kaart. Alleen het papier is al vrolijk. Het papier heeft eigenlijk niks nodig. Maar goed. Stempelset staat er aan, niet het papier. Ga ik heel even alles opruimen. Ik kan wel vast laten zien wat je er ook mee kan. Want de volgende wordt eigenlijk gewoon een hele simpele setkaart. Ik heb echt geen kans gezien deze week. Om, nou ja, simpel. Om iets uitgebreids te doen. Want ik was natuurlijk hier bezig. Ik moest 2 dagen werken bij Blokker. Daar werk ik natuurlijk ook nog. Stempels aan de kant. Ik ga hem vast laten zien, jongens. Kijk, Z-fold. En dan als kerstkaart. Het papier maakt het al kerst, hè. Hij is hier en daar misschien nog wat kaal. Maar op zich vond ik dat wel leuk. Papier doet zijn werk. Het zijn 11 van de kerstman. En die zijn pakketjes aan het verzenden. Dat papier is het papier wat deze nu online te koop is. Dus dat is dit papier. Waar komt dit papier vandaan? Even kijken hoor. Ik had nog een mannetje over. Had ik nog meer over? Nou ja, gelukkig heb ik al wat gestempeld. En geknipt voor de volgende. Maar goed, vorige week aan het eind vroeg ik nog wat voor kaart er eventueel gewenst zou zijn. En toen werd er geroepen een babykaart. Dus toen dacht ik... Bij het kiezen van de set moet ik wel denken dat ik er ook een babykaart van kan maken. Toen had ik eerst al de nijlpaardjes. Maar ik denk, ja weet je, dat ligt zo voor de hand. Daar kan iedereen een hele kaart mee maken. Dus toen heb ik mijn papier laten spreken. Ik denk, het wordt een jongenskaart, dus dan kan het best wel wat stoer zijn. En toen ben ik uitgekomen. Ik had helaas niet alles meer dubbel. Want ik heb dit papier ooit weggedaan als gastvrouw cadeautje. Heb ik dat kunnen bestellen. Zo'n heel pak. Dat heb ik toen verdeeld. Onder de bestellers. Dus ik had alleen maar deze kleur over. Maar ik denk, kan prima. Dit is het in-color papier. Ja, hoe noemen ze dat? Dit papier kun je... Even zoeken hoor.
Waar is mijn papier? Oh, hier staat die trouwens in de gids. Deze twee voorbeelden staan er dan bij. Even kijken. Van elke kleurserie die we hebben. Deze zijn het. Van elke kleurserie die er is. Dus de Incolors is dit. Maar je hebt het ook van Bright, Neutrals, Regals en Subtiles. Dus ik zeg altijd het zomer, herfst, winter en lentepapier. Heb je dus series papier en die hebben allemaal dit. Deze voorkant zijn vier motieven. We hebben dus deze voorkant met deze achterkant. En we hebben deze voorkant met deze achterkant. Dus ik dacht, nou, dan doen we het zo. Even kijken hoor, zo. En dan doen we deze ervoor en dan doen we die erop. Want ik heb geen blauwe hartjes. Ik heb dat papier al een keer gebruikt. Ergens voor. Maar ik dacht, als babykaart kan het best. Toch? Dus we gaan de set volt maken en dan maken we er een babykaart van. Ik ga even kijken wat ik ook alweer eerst nodig heb. Ik denk deze. Ik weet niet wat ik aan het doen ben nu. Ik ben het nu een beetje kwijt. Okay, dit gaat even aan de kant. Dat heb ik straks nodig. Je hebt nodig, even kijken, ik had het opgeschreven, 15 bij 28. En deze is 5 centimeter bij 28 centimeter. Misschien dat je straks nog wel een stukje nodig hebt, maar dat weet ik even niet nog. Dat zien we zo wel. Dan gaan we de grootte scoren op 7 centimeter. En dan draaien we hem om. En dan scoren we hem ook op 14 centimeter. Ik zal zo laten zien waarom je hem dan omdraait. Dat heeft te maken met hoe je vouwt. Ik vouw altijd met de bobbellijn naar binnen toe. Dus deze gaat zo om. En hier zit de bobbellijn. Die gaat dus die kant op. Dan worden je vouwen, nou, kan je zeggen, mooier. Ik denk dat, dat het niet heel veel opvalt. Maar voor de liefhebbers is dat de manier. Dan zit ik te denken of ik deze andersom moet doen. Ik doe hetzelfde. Ik denk dat het niet uitmaakt in dit geval. Die doe je ook op 7 en op 14. Scoren. Oh, wacht, omdraaien. Maar laten we het dan ook gewoon even. Zo, dan kan deze aan de kant. Want voor de rest heb ik eigenlijk alles al zo'n beetje gedaan. En deze scoren we dan ook. Die naar binnen en die naar binnen. Zo. Dan heb je eigenlijk twee dezelfde stukken. En dit wordt uiteindelijk een kaart van. Wat was het ook alweer? De maat ook alweer. Volgens mij 14 bij 14 is deze. Want ik zei 15 centimeter, maar dat is 14 centimeter. Ja, want dan krijg je vierkanten. Je kan er ook 15 van maken. Zo'n kaart is te maken in elke maat die je wil. Waar je rekening mee moet houden is dat je de lengte altijd één keer exact door de midden en dan één helft nog een keer door de midden moet doen. Dus het is maar net hoe je hem vouwt. En wij hebben het ook in Nederland enorme vervelend. 10,5 is niet netjes te delen. En ze moeten wel gelijk zijn. Want anders gaat het wringen ergens. Dus vandaar dat ik nu gekozen heb voor 28 centimeter. Maar 30 kan natuurlijk ook. Als het maar een heel getal is, kan je hem heel netjes delen. En anders moet je zelf gaan vouwen. Dus dan moet je deze omvouwen en dan gelijk leggen. En dan. Dus je, elke maat kan, zolang je het maar door door één keer de helft en dan nog een keer de helft kan delen. Zo, genoeg gewauweld nu. We gaan eerst het designpapier opplakken, want dan hebben we dat maar vast gehad. We beginnen met deze. Dit is de kleur Pebbled Path. En natuurlijk zijn het geen standaard kinderkleuren of babykleuren. Maar
door de hartjes die op dit papier zitten, wordt het vanzelf heel lief. En ik had laatst een nichtje wat geboren, een achternichtje wat geboren was. En die had gewoon, er was een meisje en die had ook gewoon een beetje van die aardetintachtige kleuren aan. Daar heb ik het voor gebruikt volgens mij trouwens, dit papier. Dan deze erop. Dan gaan we deze even beplakken. Even kijken of ik het goed doe. Dat ik niet aan de verkeerde kant papier zit te plakken. Nee, zo hoort hij. Goedemorgen Annelies. Niet schrikken. Ja, niet Annelies zit op Facebook. Niemand gemist. Even kijken of ik nog kan zien hoe dit aan elkaar zat. Dat denk ik niet. Zo, nee. Het is niet meer. Ik heb het niet meer op goede volgorde liggen. Beetje slordig. Ja. Niet meer. Nee, zo heel erg is dat niet. Als je nou weet wat de naam is, dan, kun je, dan is er natuurlijk niks leukers dan, dan de naam hier op te stansen. Dan doe je gewoon hier bovenop de geboortenaam. Deze zetten we hierop. Zo. Maar ik kan hem natuurlijk ook bovenin zetten, in het midden zetten. Ik ga hem nu onderin doen. We beginnen met deze. Ja. Die leg ik er zo op. Zorg dat die aan de binnenkant zit. Die aan de onderkant er tegenaan zit. Zo. Zo. Dan gaan we deze lijmen. Dat is natuurlijk een beetje onhandig. Want je kan niet zien waar je moet lijmen. Tot waar je moet lijmen. Dus ik doe hier altijd het stukje zo. En dan doen we hier ook een plukje. Zit erin. Zo. En dan heb je eigenlijk alles gelijmd wat je moet lijmen. We gaan nog steeds voor de 20. Ja, we gaan voor de 20. Maar het is heel mooi weer, Jannie. Als het nou straks slecht weer is, dan halen we de 20 misschien een keer. Iedereen denkt 20. Ja, 20. We gaan voor 20 kijkers. Nou had ik bedacht dat het misschien ook nog wel leuk was om hier een rondje of zoiets op te doen. Want zo had ik hem ergens ook wel voorbij zien komen. Die doen we hier. En ik had bij mijn kerstkaart natuurlijk ook hier wisjes opgeschreven. Dat was hartstikke leuk. Maar toen deed ik hem dicht. En toen zag je hier natuurlijk, zat je tegen de achterkant aan te kijken. Daar moet je wel rekening mee houden. Dus als je wat op dit stukje plakt, aan deze kant, dat je dan uiteindelijk hier de achterkant van gaat zien. Dus dan moet je dan wel weer wat overheen plakken. Even tip. Deze doen we hier maar, denk ik, zo. En er moet nog tekst op natuurlijk. Nou, heb ik geen babytekst in deze gevonden. Ik heb wel even gekeken in de sets die ik heb. Welke er tekst hebben voor baby's. Klein geluk, grote liefde vind ik heel leuk. En hoera, een baby geniet van dit wonder, van dit kleine wonder. Vind ik ook leuk. Ik moet even van de twee. Dus ik ga even overlaten waar ik de tekst neer ga zetten. Ik denk dat ik hem hier neerzet, zodat je hem wel gelijk ziet in de vorm van een, of hier bovenop op een rondje, kan natuurlijk ook. En dan geëmbost in het wit. Dat zou ook nog leuk kunnen zijn, zeg. Een rondje. Ik heb geen grote hartjesponsen, anders zou ik dat doen.
denk ik. Ik ga even kijken hoe ik dit vind. Hier zo. Zo. En dan wordt het automatisch. Eerlijk gezegd, ik denk niet dat deze sets. Nee, dit was een gastvrouwen set uit de Celebration. Dus deze zit niet meer in de collectie. Hoera, geniet. Hoera, een baby geniet van dit kleine wonder. Ik heb ook nog een nieuwe. Ik heb ook een nieuwe pons natuurlijk. Waar heb ik die gelaten? Hier, past die daarop? Is die misschien leuk? Nee, dat is niet deze. Daar lijkt hij op. Waar is mijn nieuwe pons deze? Is dat leuker of is dat rondje? Nou, we gaan voor het rondje. We gaan gewoon voor het rondje. Ja, de tekst ga ik embossen. Ja, in het wit. Natuurlijk. Ik embos wel veel op momenten, jongens. Dit is koper. Die heb ik niet nodig. Die hebben we nodig. Waar is wit gebleven? Wit. Hier zo. Dit is wat ik nodig heb. En mijn föhn, maar die ligt erachter. Oké, okay. Blokje, 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 blokje. Had ik natuurlijk even met mijn embossing dingetje over de tekst heen moeten gaan. Dat vergeet ik dan weer. Dus ik hoop dat het goed komt. Waar is mijn pincet? Hier is mijn pincet. Het is inderdaad wit. Er zit hier wat extra. Dit zetten we even aan de kant. Dat ruimen we straks. Dat ruim ik echt straks op. Beloofd. Deze heeft dicht. Ja, ik zal de maten straks even opschrijven. Ik bedenk me nog wat ook een heel leuk idee is voor een babykaart met deze set. Als je nou de oude set hebt met de babypakjes. Ik weet even niet meer hoe die heet. Weet iemand dat nog? We hadden zo'n set met van die babypakjes erin. Dan is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om hierboven een waslijntje te doen. Dat als je hem opentrekt, dat er gewoon zo'n waslijntje, dat er hier zo'n waslijntje verdwijnt. Dat ik had. Bedenk ik me nu. Maar goed. Deze kan aan de kant. Die hebben we niet meer nodig. Zo, zo. Even kijken hoor. Dan gingen we hier het een en ander opplakken. Deze komt dan hier met die er. Nee, met de kraan ging ik dat doen. Want dat vind ik leuker qua kleur. Met de kraan er zo op. Zo'n stoere kaart. En dan die hier. Ik denk dat ik nog wat bij moet stempelen. Of doen we die hier. Die hier. Kwam de zorg weer op een op een. Nou ja, nee, hij is blij dat ze komen, toch? Dat was hem. All for baby. Die naam zocht ik. Dat is ook leuk. Dat bedenk ik me net, hè. Maar goed, we hebben niet die set vandaag, dus we zijn met wat anders bezig. Heb ik nog een stukje scrap. Een ander stukje scrap. Ik wil iets dunner papier. Deze. Zo.
Wat gaan we dan nog stempelen? Gaan we nog even... Ik had een mannetje over, toch? Wat heb ik hier neergegooid? Ik had er al zo'n mannetje over. Niet meer en meer. Oh, hier. Hier is mijn mannetje nog. Er mogen er wel wat ballonnetjes bij, toch? Wat mannetjes in de verkeerde kleur gestempeld, zie ik nu. Hier. Kunnen er wel wat ballonnetjes bij. Zo. Die gaan we dan even kleuren in dezelfde kleuren als het... de rest, dus ik moet even zoeken. Copper clay. Boho blue. En waar is de grijs? Even zo zoeken. Heb ik hem hier? Pebble path. Het zijn de inkleuren, nieuwe inkollers van dit jaar. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest enorm wennen aan deze kleuren. Maar inmiddels vind ik ze echt... prachtig, zelfs copper clay, wat toch een beetje neigt naar bruin. Of ben ik dan gek, maar ik vind dat het neigt naar bruin. Kleuren met de markers geeft toch een ander effect dan als je kleurt met de blends, vind ik. Schaar. Nou, het ligt gewoon naast mijn neus. Ja, je gaat varen in de beach. Ja, dat is ook zo. Oh, en je hebt zulk mooi weer. Oh, Ton, dat is je zo gegund. Heel veel plezier, hè? Heerlijk dat de zorg dan zo langskomt. Ook de ballonnetjes, er zitten geen stansen of wat dan ook bij in deze set. Maar eigenlijk is alles gewoon prima te knippen. Zoals jullie zien. Het is echt niet heel erg vervelend. Past die hier nog uit? Misschien zo. Ja, ons bezuinig met papier, hè? Zo rommelig is het niet eens hoor, vandaag op mijn bureau. Maar ik ben gewoon chaotisch bezig. Punt. Daar maar op houden. Even kijken hoor. Blauw. Ben ik nog in beeld? Ik denk het wel. Grijze broek. Soms is het gewoon leuk om het een beetje rommelig te doen. Ook. Nee, deze keer niet. Beetje netjes. Zo. Het enige wat een beetje tijd kost, dat is het poppetje uitknippen. Maar de andere was donkerblauw en dat vond ik toch niet helemaal leuk bij deze kleurstelling, zeg maar.
Gaat er nog meer wat leuks doen vandaag? Zo, als je die met de ballonnen nou eens hier neerzetten, dan komt de tekst komt hier. Zo, en die kraan, doen we dat toch ergens anders. Deze doen we hier. Cadeautje moet er nog op, of niet? Doen we geen cadeautje. Wij doen geen cadeautje. Een pilaar doen we nog wel even. En zo gaan we op de details toch weer stuk, hè, deze week. Kopperklei. Oh, leuk. Noordwijk. Daar heb ik ook familie wonen. Moet ik ook hoog nodig weer een keer naartoe. Goed, de komende 2 dagen moet ik eerst werken. Dat klinkt alsof ik mijn werk niet leuk vind, maar dat is niet zo. Ik vind mijn werk wel heel leuk. Ik heb even kleine dimensionals nodig. Ik heb in het atelier nog ergens staan, denk ik. Wel. Want dit gaat natuurlijk niet op grootte. Deze hier. Die daaronder. Ja, je kan de tekst natuurlijk ook gewoon splitsen. Een luierzone inderdaad. Hier komen grote dimensionals op. Het is echt geen troep, maar ik kijk gewoon overal overheen nu. Inmiddels, denk ik. Op de helft, dus ik doe gewoon eentje hier en eentje erboven. Daar wil ik hem ongeveer. Zo. Deze komt dan hier gewoon plat op. Tikken, hè? Zo. Ik ga eerst de rest op plakken, dan ga ik kijken wat ik verder doe. Die kunnen we ook nog op een rondje doen hieronder gewoon. Ja. Maken we nog een wit rondje. Nog zo'n stuk wit papier waar dat op kan. Natuurlijk niet. Waar is mijn rondje? Die is te klein, denk ik. Oh, dat past. Het is echt miniem. Maar het past net. Het valt net niet op dat die te klein is. Dan doen we de vrachtwagen hierop.
Die plakken we wel gewoon met lijm. Oh, we hebben een vastloper. Oh, wat leuk. Shani, ik zie in ene dat je... We hebben een vastloper. Nee, toch. Ik zie het ook. Ik zie ook niet wat ik eraan kan doen. Nou, ik neem hem in ieder geval verder op. Dan kan ik deze wel weer delen op... Dan gaat hij in ieder geval af. Dan is het jammer, maar dan heb ik helemaal geen verloting vandaag, denk ik. Dan ga ik hem gewoon even afmaken. En dan zien we later wel hoe en wat. Ik ga hem in ieder geval weer opnieuw delen, deze. Want dat kan. Hij neemt verder hier gewoon op. Hij loopt hier gewoon door. Dus. Geen idee hoe het kan. Dus ik maak ondertussen het kaartje even af. En dan kan ik straks kijken of ik hem gewoon nog kan delen. Ik bedacht me net, ik heb nog hartjes liggen ergens. Dus die ga ik nog even pakken. Wel, ik ben mijn camera kwijt, omdat iemand me maar nu gebeld heeft natuurlijk. Vergeten mijn telefoon op niet storen te zetten. Gaan we deze gewoon weer verder delen. Ik heb nog hartjes. Dus ik maak deze kaart gewoon af, want hij geeft hem nog wel aan. En dan deel ik hem later. Ik hoop dat jullie zien wat ik geschreven heb. Ik vind het ook heel jammer. Ik had nog wat van deze hartjes. Deze waren van de sneeuw. Uit de sneeuw zet. Dus ik dacht, dat is ook nog wel leuk om even te gebruiken.
eentje hier. Ik ga wel heel erg door met de hartjes nu, hè. Eentje op de ballonnen nog. Een witte. Hier zo. Ja, ik ga hem wel gewoon verder met de opname, want dan kan ik dit in ieder geval delen. In zoverre is die klaar. Je zou nog een klein... Nee, ik vind hem goed zo. En dan is het zo de kaart geworden. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Dit zijn de kaarten. Ik ga met Jannie wel even kijken wie er... En dan doe ik even de verloting en dan krijgt de winnaar gewoon een kaart opgestuurd. Ik wens iedereen... dan doe ik het hier ook nog fout. Zo, dus ik ga straks van Jannie krijg ik de namen, ga ik de namen trekken en dan heeft de winnaar een verrassing thuis. Ik hoop dat jullie het een leuk project vonden. Ik hoop ook dat jullie de set inmiddels leuker vinden dan dat je misschien dacht van tevoren. Sommigen hadden de set al liggen, zag ik, en hadden er dan niks mee gedaan. Het is echt leuk voor een jongenskaart. Zelfs voor een kerstkaart is die te gebruiken. Dus door je... verdiensten mee. Ik ga stoppen. Ik ga zorgen dat dit dan weer ergens op komt te staan. En dat oude dan weer weg. Want ik kan het gewoon delen als het goed is. Dus tot volgende week. En dan hoop ik dat die wel goed blijft gaan. Doeg!